Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Deze uitzending staat helemaal in het teken van Excelsior 31. Want de ploeg uit Rijs is vandaag kampioen geworden in de hoofdklasse C. De promovendus kon vorige week al kampioen worden, maar toen gooiden de Harkemaanse boys op het laatste moment nog roet in het eten. Vandaag was het dan wel tijd voor feest. Op het eigen veld in Rijzen hadden duizenden supporters zich verzameld om gezamenlijk de champagnefles open te trekken. Toch verliep het scenario in het begin niet helemaal zoals gepland. U ziet een verslag van Nico Wansia. Prima weersomstandigheden en een heerlijke sfeer in Rijzen. En de koploper speelt een thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooi kampioensfeest van te maken. Als hij, Fernandes Hesseling, de nul houdt, dan zijn ze kampioen. Maar dan zal hij deze Jeroen Sopper van scoren af moeten houden. Oudspeler van Excelsior, nu uitkomend voor ASV Dronten. Excelsior begint wat nerveus aan de wedstrijd. De eerste kans is voor Pim Herrevijn. Maar de doelman van Excelsior redt. Zoals gezegd, de zenuwen spelen toch wat parten bij de thuisploeg. Maar dan is er deze kans voor Erwin Looms. Kapt zijn man uit. Uithalen. Oh, maar dit is niks voor Erwin Looms. De topscorer maakt niet zijn 22e. Opnieuw Excelsior. Heeft wel veel balbezit, maar het levert niet veel kansen op. En het zoeken is naar Huberdijk aan de linkerkant van het veld. Die geeft de bal voor. Erwin Looms. Net over het doel. Dus nog altijd niet de voorsprong voor Excelsior 31. ASV Dronten dus de hekkensluiter. Vecht nog voor de laatste kans om in deze hoofdklasse te blijven. En het geeft de punten dus zeker niet cadeau. Dit is Johnny Aschel. Speelt twee man uit. En passeert dan Fernandes Hesselink in de lange hoek. En zo staat de hekkensluiter ineens voor bij de koploper. Johnny Aschel. Twee man voorbij en de 0-1 voor ASV Dronten. Excelsior is dan eventjes van slag af. Vrije trap voor Dronten. Schietkans voor Jeroen van Leeuwen. Die gaat over het doel van Fernandes Hesselink. Blessuretijd van de eerste helft. Ingooi nog voor ASV Dronten. En het uitverdedigen is van Excelsior. Afvallende bal weer voor Dronten. En dan is daar de kans voor Aschel. En op slag van rust is het 2-0 voor de hekkensluiter. Weer een verdedigingsfout achterin. Alle vrijheid voor de topscorer van Dronten. En die denkt niet na, maar die haalt hard uit. 2-0. En dan nog steeds diep in de eerste helft. Een kansje voor Excelsior. De vrije trap van Huberdijk wordt door iedereen gemist. Ook door deze Jarno Beltman. En dan moet het dus in de tweede helft gaan gebeuren. Een gelijk spel moet Excelsior halen om het kampioenschap binnen te halen. Arno Lubi levert de bal zomaar in bij een tegenstander. En dat biedt Dronten dan de countermogelijkheid. Want Peter Schepping is al naar de spits gedirigeerd, de verdediger. En dus veel ruimte achterin moet Excelsior weggeven. Hier is de kans. Maar het is niet 3-0. Daar komt Excelsior goed weg. Fernandes Hesselink raakt de bal niet helemaal goed. En dan is daar opnieuw een kans voor ASV Dronten. De keeper is al gespeeld. Maar de belangrijke redding is daarvan Emmanuel Isa. Hij voorkomt opnieuw de 0-3. Dan de vrije trap. En die gaat er in één keer in. De aansluitingstreffer van Excelsior Rijssen. Na een kwartier in de tweede helft. De vrije trap van Nick Hoekstra. Een keeper Imker van Dronten op het verkeerde been. En Excelsior heeft dan nog een half uur om de tweede treffer te maken. Die nodig is voor de titel. Maar dan weer een kans voor Dronten. Overtreding is daar van Beltman. En de scheidsrechter vindt dat een strafschop. Dus even kijken. Ja, Beltman speelt niet de bal en wel de man. Dus dan kun je hem op de stip leggen. Aschel en de redding van Fernandes Hesselink. De doelman van Excelsior houdt de ploeg uit Rijssen in de wedstrijd. Want de 3-1 zou de nekslag zijn voor Excelsior. Maar het blijft dus 2-1. En er blijven dus kansen voor de Rijzenaren. Erwin Looms aan de rechterkant. Heeft die bal voor. En daar is dan Jarno Beltman. De veroorzaker van de penalty.
En hij zet Excelsior op de broodnodige 2 tegen 2. Looms ziet de keeper helemaal verkeerd staan. En dan is daar Beltman met de 2 tegen 2. En dan weten ze het in Rijssen. Het kampioenschap is heel dichtbij. En de 2-2 is verdiend. Want Excelsior is een stuk beter in de tweede helft. En het krijgt nog volop kans op de winnende treffer. Erwin Looms. Het is niet de middag van de topscorer van Rijssen. Maar het is genoeg. Want dan is het afgelopen. Excelsior 31. Kampioen in de hoofdklasse. Vorig jaar nog in de eerste klasse. En nu dus weer feest. Maar dan op het hoogste niveau. En dat willen ze weten ook in Rijssen. Kampioenschap dus voor Excelsior 31. Erwin Looms heeft het bij HSC vaker meegemaakt. Maar deze titel, die kwam echt als een verrassing. Dit had ik echt niet verwacht. Ik had vorig jaar verwacht, die periode sluit ik af om kampioenschap aan kampioenschap aan elkaar mee te maken. En uiteindelijk ga je hierheen om een stabiele hoofdklasse van te maken. En dat dit dan komt, ja, dat verwacht je niet. Ik denk dat iedereen wel een beetje vol spanning zit. Je begint hartstikke slecht aan de wedstrijd. Je staat twee keer achterin, sta je niet goed te dekken. En voor rust krijg je nog een grote kans. Nou, dan ga je in rust en dan zeg je toch tegen elkaar. We hebben met z'n allen het hele seizoen bovenaan gestaan. En laten we daar aan het einde van de competitie ook wat van maken. En ik denk dat we de tweede helft alles gegeven hebben. En ik denk dat we terecht gelijk gespeeld hebben gezien de kansen in de tweede helft. Wat is nou het geheim van dit Excelsior? Het collectief. Niemand is meer als een ander. Hoe ziet de rest van de dag eruit voor jou? Ik ga naar huis nou. Nee, we gaan een feestje vieren met elkaar en dan hebben we verdiend met elkaar. Oké, gefeliciteerd. Dank je. Alle uitslagen uit de hoofdklasse op kaart. Excelsior speelt dus met 2-2 gelijk tegen ASVD. Bikwik 28 tegen HHC 2-2. Genemuiden WHC 4-4. Allemaal gelijk spelen dus. Urk Dos Kampen 3-2. Nunspeet Owensneek 0-4. Harkema's Boys ACV 3-2. En STC Putten VVOG eindigde in 0-1. En daar staat het, Excelsior 31, kampioen van de hoofdklasse C. En dat is toch wel heel knap. En het schijnt ook een unieke prestatie te zijn in de hoofdklasse. Een promovendus die kampioen wordt. Kijken we nog even naar de andere Overijsselse ploegen. Bikwik 28 is gezakt naar de zesde plaats. Genemuiden staat negende. HHC tiende. En Dos Kampen heeft nog steeds degradatiezorgen. Deze uitzending werd u aangeboden door Reggefiber en Shubi Reisen.